Ja, voorzitter, ik zou mevrouw Ollengren willen vragen, hoe gek denkt u dat wij zijn? Hou op met het beledigen van het gezond verstand van Nederlanders, want ze geloven geen biet van wat u ons wijs probeert te maken. Hoe geloofwaardig denkt u dat het is dat zowel u als mevrouw Jorritsma als de heer Rutte alle drie toevallig zijn vergeten wat er niet 10 jaar geleden of 5 jaar geleden, wat ongeveer een week geleden, een paar dagen geleden is besproken? Hoe geloofwaardig denkt u dat het is dat als u een stuk stuurt naar de Kamer waarin staat VVD uitslag duiden, dat dat 4 regels zijn en de helft gaan over het CDA en de heer Ontzicht? En dan gaat u ons hier wijsmaken dat u dat niet heeft gezien, dat u dat niet kan herinneren, dat mevrouw Jorritsma dat dadelijk waarschijnlijk ook gaat zeggen, dat ze zich er niets van kan herinneren, dat de Rutte komt natuurlijk hartstikke goed uit, dat hij ook zegt, nou, het staat me helemaal niks van bij. Dit is een paar dagen geleden, waarin letterlijk is gezegd, nog los van de zin, wat u onder uw arm had, hè, wat u onder uw arm had toen u wegliep, waarin stond een functie elders, staat en heeft u besproken, als Wopke meer stemmen heeft dan Ontzicht, gaat dat helpen. Je moet wat met Ontzicht minister maken. Dat is geen detail, dat is de kern van wat u zelf, of althans uw mensen, hebben opgeschreven onder uitslag duiden. Waarom houdt u ons zo voor de gek? Nee, voorzitter, ik schets echt heel precies hoe het gegaan is en wat ik mij herinner. We hebben 17 gesprekken gevoerd. Het eerste gesprek was met de heer Rutte. Een gesprek van bijna een uur, waarin inderdaad veel gezegd is en veel besproken is. Vooral in de context van de duiding van de verkiezingsuitslag. En in de context van de wensen van de VVD, de grootste partij van Nederland, als het gaat over de coalitievorming. Een heel nadrukkelijke wens om ook met het CDA in een nieuwe coalitie samen te werken. In die context hebben we gesproken over stabiliteit. Dat is dus, dat zei ik ook net tegen de heer Segers. Stabiliteit binnen fracties is belangrijk bij coalitievorming. Er werd die week en ook die maandag al veel gezegd en geschreven over mogelijke instabiliteit bij het CDA. Dus in die context hebben we erover gesproken. Was het ook relevant voor ons als verkenners om daarover te spreken? Natuurlijk is het niet relevant om te spreken over een individueel Kamerlid, laat staan posities voor dat individuele Kamerlid. Maar in die context is blijkbaar, nogmaals, die aantekeningen zijn er. En de heer Wilders weet ook dat degene die aantekeningen maken van dit soort gesprekken dat gewoon zorgvuldig en uitvoerig doen. Het zijn ook veel aantekeningen. En in die context moet die opmerking op die manier zijn gemaakt. Nogmaals, ik heb onthouden wat de relevante punten waren voor de verkenning. Die heb ik ook genoteerd. En dat woord was in mijn aantekeningen stabiliteit. De heer Wilders. Voorzitter, totaal ongeloofwaardig. En ik geloof ook gewoon niet dat mevrouw Ollengren hier de waarheid spreekt. Ze zegt, het had niet mogen gebeuren. Ik bied er excuses voor aan. Het was niet relevant. Maar het is wel gebeurd. Dus het was wel degelijk relevant. U heeft over de heer Ontzicht gesproken. En u doet nou net alsof het niet had mogen gebeuren en het ook nooit is gebeurd. En dat u ja achteraf zag van, oh, er staat iets over. Nou, zal het misschien toch gebeurd zijn? Ja, verhip, het is toch gebeurd. U heeft de helft van de tijd volgens deze aantekeningen erover gesproken. U moet niet zich verschuilen achter die ambtenaren. Het feit dat u dat zegt, dat niet is gebeurd, mevrouw Jorritsma, maar dat dadelijk gaat zeggen, de Rutte, de hele wereld bij elkaar liegt, maakt het nog niet waar. Dus u zegt wel, ja, ik heb het niet opgeschreven. U suggereert dat het niet belangrijk genoeg was om op te schrijven. Misschien was het wel zo belangrijk dat het niet opgeschreven moest worden. Zou dat niet misschien de waarheid kunnen zijn? Want nogmaals, ik geloof er helemaal niets van dat u hier op dit moment de waarheid spreekt. Dat 3 mensen, 2 verkenners en een premier over een belangrijk onderwerp, als de heer Ontzicht, mevrouw de voorzitter, hier Nederland proberen wijs te maken. Dat ze het niet hadden mogen doen. Dat ze geen intentie hadden om het te doen. Dat ze het niet relevant vonden. Maar dat de notitie die we hebben, de helft van de tekst over de heer Ontzicht gaat, dat is ongeloofwaardig en dat is een grove leugen. En ik betreur dat, want ik zou willen dat de verkenners hier, mevrouw de voorzitter en de premier, hier de waarheid spreken. Ja, nee, voorzitter, dat herhecht ik ook zeer aan. Ja, en daarom probeer ik ook zo uitvoerig mogelijk de vragen te beantwoorden die hier gesteld worden. Mevrouw Marijnissen. Dank u wel, voorzitter. Ja, in het dagelijks leven is de ex-verkenner natuurlijk minister van Binnenlandse Zaken. En daarmee ook verantwoordelijk.